Dat zal ik eruit. Meneer de voorzitter, ik ga u zeggen, ik wil wel antwoorden op de vragen, maar u begrijpt dat ik geen antwoord kan geven op vragen die ik nog niet gezien heb. Er zouden vragen ingediend zijn door meneer Madran, waar ik graag zal op antwoorden, zoals steeds in de commissie. Maar ik kan daar nu, ik heb ze niet gezien, ik heb ze hier ook niet gekregen. Maar ik zal de aangehaalde onderwerpen voor waar ik kan erop antwoorden. Wat betreft Arendonk is inderdaad zondagavond een conflict geweest op de parking buiten het centrum. Dus buiten de grill van het centrum zijn ongeveer, naar gelang de ooggetuigen, die niet altijd zeer... 80 Afghanen in gevecht gegaan met een 20-tal Tsjetsjenen, waarvan er een aantal met voertuigen van buitenuit het centrum gekomen zijn om dus een geschil betreffende een vermeende relatie uit te vechten, letterlijk en figuurlijk. Dat is natuurlijk iets dat ongehoord is en niet kan. Wij hebben dan ook direct via de politie voor versterking gevraagd, voor de bewaking en de rust te doen. Terugkeren in het centrum, er zijn dan ook 3 extra politiemensen heel de nacht in het centrum aanwezig gebleven. Er zijn meteen 2 betrokken mensen die bij het conflict heel actief waren, diezelfde avond nog naar een gesloten centrum vervoerd. En er zijn ook, er is ook 1 betrokken bewoner heeft het centrum verlaten, is meegevlucht met de Tsjetsjenen die van buitenuit kwamen. Ik heb het al gezegd, het is iets wat niet toelaatbaar is, nog voor de veiligheid van het personeel, nog voor de veiligheid van de bewoners. Maar we hebben zo snel mogelijk een aantal maatregelen genomen en wij zijn nu ook de identiteit, de status enzovoort van alle betrokkenen aan het onderzoeken om te zien of er bijkomende maatregelen nodig zijn wat betreft hun statuut en wat betreft de gevolgen die daar moeten aangegeven worden. Wat betreft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heb ik inderdaad het ontslag van de eerste voorzitter ontvangen vorige week. Ik heb akte genomen van het ontslag van de eerste voorzitter. Ik heb dan ook meteen een brief gestuurd naar de Algemene Raad om zo spoedig mogelijk in opvolging te voorzien. Want het is de Algemene Raad die mij een voorstel moet geven over wie de eerste voorzitter moet opvolgen. Intussen tijd is het natuurlijk wordt zijn functie waargenomen door de voorzitter. Ik ben daar gisteren ook geweest, want het was een 7-tal nieuwe rechters hebben hun eed afgelegd op de Raad voor Vreemdelingenbetwisting en tegelijkertijd was het ook tegelijkertijd met hun eetaflegging en de plechtige zitting daarbij was het ook de viering van 5 jaar van het bestaan van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ik denk dat het... Ik heb ook die verklaringen in de pers gezien. Ik weet niet wie van wie die komen. In ieder geval heeft... denk ik dat de eerste voorzitter, en dat is gisteren ook op die viering gezegd geweest, een heel knap werk neergezet heeft. Dat wij een enorme, goede, snelle rechtspraak daar hebben en dat hij daar alleszins zijn verdiensten in heeft. Als hij dus nu zijn mandaat voortijdig wil beëindigen, en dan zal hij daar zijn redenen voor hebben. En dan kan ik alleen zeggen dat ik hoop dat zijn opvolger even knap werk zal doen bij die Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. En ik zou natuurlijk ook graag hebben dat er zo snel mogelijk in zijn opvolging wordt voorzien. Wat betreft
De Algemene Nationale Gegevensbank. Nee, die wordt nu nog niet geraadpleegd. Ik heb dat dus aangekaart ter gelegenheid van een overleg met de politionele diensten. En bij die mogelijkheid wordt onderzocht. Wat er wel geraadpleegd wordt, is of iemand een strafblad heeft. Maar u weet dat niet alles op een strafblad direct terechtkomt en dat ook niet alles genoteerd wordt op het strafblad. Dus het zou ons een beter profiel geven van de mensen, moesten we de Algemene Nationale Gegevensbank kunnen onderzoeken. Wat betreft mevrouw Genot, ik denk dat het onterecht is. Ik heb alleen gezegd, meneer Franke vroeg om een groot project, om een grote capaciteit van opvang voor zo'n mensen te zorgen. En dat ik denk dat dat inderdaad nodig is, maar dat ik daar het budgetair de middelen niet voor heb of niet, nog niet voor gekregen heb. Maar dat het inderdaad interessant zou zijn, moest mevrouw Turtelboom een gevangenis leeg krijgen en dat die dan zou omgeturnd kunnen worden tot zo'n opvangcentrum. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat daar een gevangenisregime zou zijn. Allee, ik bedoel, daar zullen anderen, maar ik denk dat u dat echt verkeerd begrepen hebt. Wat meneer Logge betreft, het incident waar u naar verwijst, het ging eigenlijk om een filmpje waarin een aantal dansende mensen in een asielcentrum zichtbaar waren op een soort rapmuziek. Ik heb er ook naar gezien en de muziek is niet mijn genre, maar ik heb toch 4 minuten daarna gezien. De politie, het gaat niet over de muziek, maar het gaat over het feit dat er één wapen of imitatiewapen zichtbaar was. Het leek mij nogal evident als we zagen in het filmpje dat het wapen op de slaap van iemand gezet wordt, nogal redelijk wild, en dat die blijft glimlachen, dat die toch wel wist dat het om een namaakwapen ging. Maar dat is dan ook zo door de politie wel nagekeken geweest. Daar ook zijn de nodige maatregelen getroffen door de bevoegde directie. Ik keur zo'n soort filmpjes niet goed, want ik denk dat die wel echt kunnen aanzetten tot geweld en tot rare daden. Maar in ieder geval, het was een namaakwapen, het was nogal provocerend. Het was ook op een bepaald moment zelf grappig, als je zo twee beren van mannen met elkaar ziet dansen op die rapmuziek. Ik vond het wel een heel raar filmpje. Er is ook duidelijk gemaakt in het centrum dat dit niet kan. Dat dit soort filmpjes die toch kunnen aanzetten tot geweld in zo'n centrum gemaakt worden. Maar ik denk dat het dus, het is ook maar in de actualiteit gekomen, meer dan 2 weken na de feiten. Ondertussen was de rust daar al lang weergekeerd en is het een smeuïg verhaal geworden doordat toch nog een of andere krant het op zijn website heeft weten te zetten. Ik zou het gewoon willen zeggen dat de mensen van het centrum, de directie, maatregelen heeft genomen, dat de politie maatregelen hebben genomen en dat ik hoop dat er niet te veel van die filmpjes nog op het internet geraken, want die zetten niet aan tot goede daden. En zijn er nog replieken daarop? Kort, meneer Franken. Dank u, meneer de voorzitter. Misschien toch heel kort, mevrouw de staatssecretaris, want het is nog één vraag. Want u zegt, er zijn dus 2 mensen overgebracht naar een gesloten centrum de avond zelf. En dat is alles. Of zijn er daarna nog mensen verplaatst? Daarna zijn er nog mensen verplaatst, maar naar andere centra, naar andere open centra. Maar dat was onder andere ook een echtgenote met 3 heel kleine kinderen, waaronder een baby van 1 week oud, die we uit veiligheid, omdat we dachten dat er eventueel represailles van de ene of de andere groep tegen die familie ging zijn, dat die dus uit veiligheid ook verplaatst zijn. Maar er zijn een 20-tal mensen verplaatst. De groepen zijn uit elkaar
gehaald.